Vanuit de afdeling verloskunde van het Erasmus MC doen we onderzoek naar de buurtveiligheid van de Rotterdamse wijken. En dit omdat we weten dat de sociale omgeving, dus de buurtveiligheid, van invloed is op de gezondheid van de pasgeboren kinderen. En die gezondheid van die pasgeboren kinderen wordt beïnvloed door de stress van de moeder tijdens de zwangerschap. En hun beleving, dus hun veiligheidsbeleving van de ouders, hebben invloed op hun eigen gezondheid, maar ook op de ontwikkeling van de kinderen. De twee voornaamste doelen van het onderzoek zijn inzicht krijgen in de wijze waarop moeders de veiligheid in hun wijk beoordelen. En aan de andere kant het in kaart brengen van de kwaliteit en de nabijheid van buitenspeelmogelijkheden. En hiervoor hebben we besloten om ons te focussen op twee Rotterdamse wijken die veel geteisterd worden door criminaliteit en armoede. En dat zijn het Nieuwe Westen en de Tarwewijk. De Tarwewijk is een oude stadswijk gelegen op Rotterdam-Zuid. In deze wijk is de bevolking relatief jong. Desondanks wordt deze wijk al tientallen jaren geplaagd door criminaliteit en overlast, wat ervoor zorgt dat de ervaren buurtveiligheid ver onder het Rotterdams gemiddelde ligt. Ook het Nieuwe Westen was lange tijd een van de onveiligste buurten van Nederland, maar is momenteel aan een heuse opmars bezig. In beide wijken zijn er verschillende initiatieven vanuit de bewoners en de gemeente om het veiligheidsgevoel te verbeteren. Maar in de ene wijk is dit meer zichtbaar dan in de andere. Om meer inzicht te krijgen in het veiligheidsgevoel zijn in deze studie jonge moeders bevraagd. Voor dit onderzoek wilden we graag in contact komen met moeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar uit de Tarwewijk en het Nieuwe Westen van de gemeente Rotterdam. Om zoveel mogelijk moeders te vinden hebben wij contact gezocht met de buurthuizen Willingspark en Postvest. Photovoice is een relatief nieuwe onderzoeksmethode waarbij wij deelnemers vragen om aan de hand van foto's een verhaal te vertellen. Want foto's zeggen immers meer dan 1000 woorden. En in ons eerste onderzoek hebben wij naar buurtveiligheid gekeken. En hebben wij de deelnemers gevraagd om in hun omgeving een foto te maken van de meest plek waar ze zich het meest onveilig voelen. En de plek waar ze zich juist het veiligst voelen. En bij het tweede deel van het onderzoek naar de buitenspeelmogelijkheden hebben we ze gevraagd om een foto te maken van de dichtstbijzijnde buitenspeelmogelijkheid en naar de buitenspeelplek die zij het meest leuk vinden, dat hun favoriete buitenspeelplek is. En vervolgens hebben wij aan alle moeders gevraagd om een beschrijving erbij te zetten van waarom zij deze foto gekozen hebben en wat ze ons daarover willen vertellen. De werving was lastiger dan gedacht. Veel moeders wilden graag anoniem blijven en anderen die zagen het nut niet in van het onderzoek. En er werd ook vaak gezegd dat er al heel veel initiatieven waren die niet altijd, zeg maar nooit, leiden tot verbetering. Ja, in overleg met de beide buurtcentra hebben we daarom gekozen voor een andere aanpak, waarbij wij als onderzoekers tijdens een buurtwandeling en een taalles de moeders interviewden. En met name die buurtwandeling gaf natuurlijk een extra dimensie, doordat de moeders tijdens de wandeling voorbeelden konden aanwijzen bij hetgeen dat ze vertelden. Naast de Photovoice hebben we ook informatie verzameld met behulp van Google Street View. Hiermee hebben we de buurtveiligheid op een objectievere manier gekeken. We zijn door alle straten in het Nieuwe Westen en de Tarwewijk gelopen en hebben deze beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken naar de buitenspeelplekken, de straatverlichting en de verkeersveiligheid. Op deze manier was het voor ons mogelijk om de subjectieve informatie van de Photovoice te koppelen aan de objectieve informatie van de Google Street View. In de Tarwewijk waren meer speeltuinen dan in het Nieuwe Westen. En moeders vonden het vooral belangrijk dat de speeltuinen een goede afscherming hadden van de straat, voldoende toezicht en een goede kwaliteit en hygiëne van de speeltoestellen. In veel straten in de Tarwewijk geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar in de praktijk wordt er vaak veel harder gereden. En onze beoordeling in Google Street View toonde eigenlijk dat het aantal straten met verkeersremmende maatregelen in de Tarwewijk veel lager was dan in het Nieuwe Westen. In het Nieuwe Westen voelden de moeders zich het meest onveilig 's avonds. 's avonds als ze over straat lopen. Ze durven eigenlijk niet meer over straat te gaan 's avonds. En daarbij durven ze eigenlijk ook niet meer met het openbaar vervoer te reizen. En ze kennen moeders die beroofd zijn. Dus ze hebben echt een grote mate van onveiligheid, voelen ze 's avonds. Zowel in de Photovoice als tijdens de focusgroepen vertelden de moeders eigenlijk dat de redenen voor een onveilig gevoel in de buurt voornamelijk hangjongeren, hardrijdend verkeer, vandalisme, onvoldoende straatverlichting en zwerfvuil waren. De ervaren veiligheid kan worden verbeterd door verkeersmaatregelen te nemen, door het probleem van hangjongeren te verbeteren, zou ik maar zeggen, en criminaliteit en vandalisme.
Daarnaast moeten we ontzaglijk goed weten dat in deze wijken hebben we geobserveerd dat moeders zich vooral lopend verplaatsen. Dat betekent ook dat je rekening moet houden met de afstand tot de buitenspeelplaatsen. En dat je ook moet zorgen dat die voetpaden wat breder zijn. En dat je eigenlijk veel makkelijker oversteekplaatsen moet hebben over de straat heen. Daarnaast, wat elementair is bij het verbeteren van de ervaren veiligheid, is dat als je als gemeente of als beleidsmaker iets vraagt aan die moeders wat zij ervan vinden, doet het dan ook wat mee. Want nu zeggen ze, ja, we vertellen nu al een heleboel keren aan de buurtregisseur dat die stoepen breder moeten, dat die hangjongeren moeten verminderen en ze doen er niks mee. Nou, dus dit is eigenlijk de belangrijkste aanbeveling van ons onderzoek.